Een heel goede zondagavond allemaal. Ik hoop dat je net als ik hebt genoten van deze stralende zondag. Het was echt een zonzondag. Dus laat even weten als je intuned live wat je vandaag hebt gedaan, waar je vandaag bijzonder van hebt genoten. Ik wil het graag weten. Vandaag heb ik weer wat dingetjes om je brandstoftank te vullen, hè. Ik kom elke zondagavond kom ik bij jou langs om iets te vertellen, wat tips te geven, advies, inzichten, dingen die ik heb geleerd, dingen die jij kunt gebruiken, aanwenden om een leuker leven te creëren, om een gezonder leven te creëren, om een leven te creëren waar jij van houdt. En vandaag wil ik het over zingen hebben. Jawel, zingen. Ik zie dat er mensen binnenlopen. Laat eens even weten, wie zingt er graag? Zing jij graag? En zo ja, wat zing je dan? Wat is jouw favoriete song? Waar je echt zo kan van genieten, dat je luidkeels uitbrult in je auto of in de douche of gelijk waar voor de spiegel met misschien een haarborstel in je hand. Want zingen is zo gezond voor jou. Zingen is met name supergezond voor je hart. En ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar een van mijn mentors, ik heb er al eens over verteld, Dr. Stephen Gundry, vind ik een fantastisch man, want het is een clever man, het is een wereldvermaard iemand, het is een cardioloog, een hartchirurg. En die heeft de gave om heel ingewikkelde medische dingen op een heel behapbare, bevatbare, eenvoudige manier te brengen. En zo heeft hij mij onlangs iets gestuurd over hoe gezond zingen is. En ik dacht, wauw, dat is toch wel geweldig. Dankjewel voor de duimpjes. Wie ben je? Laat even weten wie je bent, van waar je bent. En laat ook even weten waarvan jij hebt genoten op deze geweldige zondag. En wat je favoriete song is, dat wil ik ook weten. Oké, ik wil deze aflevering opdragen trouwens aan twee bijzondere vriendinnen die super zangeressen zijn. En ja, ik hoor ze zo graag zingen en ik wil dit even, het is tenslotte de week geweest van de Vrouwendag. En ik wil het opdragen aan twee supermadammen en dat zijn Hilde van der Biest. De Biest is een fantastische rockabilly zangeres. En dan de andere is Eve van Akker. En Eve, die zit waarschijnlijk nu nog in Rotterdam, want die is daar een plaat aan het opnemen. Super spannend, dus binnenkort allemaal haar nieuwe plaat aanschaffen, luisteren. Dus lieve vriendinnen, dames, zangeressen, dit is speciaal voor jullie. Want jullie weten wel beter. Jullie maken er zelfs jullie beroep van, dus fantastisch. Van dit gezonde ding. Zingen is namelijk gezond voor je, of goed voor je hartritme variabiliteit. Amai, ik heb het er in één keer uitgekregen. Je HRV is dat. En dat zijn eigenlijk die kleine tijdsverschillen tussen je hartslagen. En die zijn mega, mega belangrijk. Want als daar te grote verschillen tussen zitten, dan heeft dat tot gevolg dat er ontzettend veel stress op je hart komt. En dat weten we allemaal, dat niet goed is. En op termijn kan dat zelfs zeer, zeer gevaarlijk zijn. Dus hoe meer balans er is tussen die hartslagen, hoe meer harmonie er is in die in-betweens, zeg maar, dan hoe beter voor je hart. Het is eigenlijk, op die manier geef je je hart de mogelijkheid om op adem te komen. En uiteindelijk, zingen gaat over ademen. Als je zingt, dan wordt je ademhaling groter, dieper en langzamer. En dat proces zorgt er dus voor dat die in-betweens, dat die kleiner worden. Dus eigenlijk door te zingen schenk je je hart een beetje een dosis kalmte. En dat is fantastisch. Daar is je hart super, super blij. Dus zingen is eigenlijk een regelmatige, gecontroleerde manier van ademhalen. En vergelijkbaar met de yoga-ademhaling eigenlijk. Dus dat brengt je tot rust. Dat helpt je ontspannen. En dat is heel goed voor je hart en voor je algehele gezondheid.
Dus wie had gedacht dat het zingen van zijn favoriet of haar favoriete nummers, dat dat zo goed zou zijn voor zijn of haar gezondheid? Ik vind dat een leuk weetje. En ik ben er dus natuurlijk ook heel benieuwd naar welk favoriete nummer jullie graag luidkeels meebrullen. En als jullie dat dan de volgende keer doen, dan sta je er maar bij stil dat je eigenlijk je hart een cadeautje schenkt en dat je hart dank u zegt. Voor de mensen die live kijken, laat eens weten, welk favoriete nummer zing jij luidkeels mee? Ik hoor het graag. Of je mag het ook zingen hoor. Je mag ook even vragen om live te komen zingen. Dat zou de max zijn. Zo even live hier in de show zingen. Zoals onlangs, nee onlangs niet, een jaar of zo geleden, was er toch zo'n filmpje op Facebook die de ronde deed van dat koppel zwarte mensen die zo aan het tankstation plots in de weet ik veel welke Today Live show kwamen en die dan zo hartstochtelijk aan het zingen waren. Ze zijn er heel bekend mee geworden. Dus zingen is fantastisch. Je wordt er goed gezind van. En het is dus ook goed voor je gezondheid. Ik zie dat Peter ook kijkt. Peter, jij bent ook een gezondheidswerker. En een heel sportieve kerel. Je bent veel met sporters bezig. Dus jij weet hoe belangrijk ademhalen is. En misschien weet je dat ook. Of misschien heb je er nog niet bij stilgestaan. Dat zingen een gecontroleerde, regelmatige manier van ademhalen is. En dat dat dus ook zeer goed is voor die hart, hoe heet het weer, die HRV, die hartslagvariabiliteit. Peter, dank u. Alright. Goed, voor de mensen die uitgesteld kijken, van jullie wil ik natuurlijk ook graag weten wat jullie favoriete song is. En hoop ik dat je de volgende keer dat je extra veel gaat zingen. Dat je misschien als je volgende keer vrienden uitnodigt, dat je er een karaokefeest van maakt of zo. En enjoy. Geniet van je week. En dan ben ik er volgende week weer met een leuk weetje, een inzicht. Of iets wat ervoor kan zorgen dat jij beter kan gaan zorgen voor jezelf. En je weet, als je zorgt... Ah, dat ging je. Hey. En je weet, als je goed zorgt voor jezelf, dan kan je ook beter zorgen voor anderen. Geniet van je week en heel graag tot een volgende keer. Bye.